Cum laude afstuderen aan de master architectuur met een ontwerp van een nieuw gemeentehuis voor Beekdalen. Noodwillers uit Kerkrade kreeg het voor elkaar. Deze gebouwen staan eigenlijk voor, eigenlijk in hoofdzaak voor een tak binnen het functioneren van de democratie. We hebben hier een gebouw waarin het stadskantoor is, of eigenlijk de kantoorfunctie is verwerkt. Een gebouw met name voor de burgers. En een gebouw waarbij de nadruk ligt op de politiek. Dit zijn natuurlijk functies die aan de ene kant los van elkaar staan, maar aan de andere kant ook elkaar nodig hebben en elkaar versterken en als een geheel functioneren. Dus daarom zijn ze aan een gezamenlijke hof gegroepeerd. Het betrof een vrije opdracht, dus dat wil niet zeggen dat de gemeente de plannen overneemt. Wel klinkt de gemeente volgens Willers enthousiast over het idee. Wat ik als een grote kans zie, is om gebruik te maken van elementen die voor heel Beekdalen gelden. En dat is dan met name het landschap. Want ondanks dat die dorpen allemaal los van elkaar functioneren en een eigen verleden hebben, hebben ze allemaal die sterke relatie met dat landschap. En dat zou naar mijn idee geëtaleerd moeten worden. De kerkradenaar die gecharmeerd is van de gemeente Beekdalen wil oude elementen van een origineel raadhuis herintroduceren. Bijvoorbeeld een burgerzaal die eigenlijk een beetje eruit bezuinigd is gedurende de 20e eeuw. Zo zijn er nog wat elementen te bedenken die eigenlijk, als je kijkt naar een origineel raadhuis en naar een raadhuis van nu, waar een herkenbaarheid verloren is gegaan. Dus dat is de bedoeling eigenlijk, dat die drie takken herkenbaar zijn, zodat een burger die hier komt ook weet waar die moet zijn en wat hier gebeurt. En dat je niet in een soort anonieme foyer staat. Zonder locatie zou het plan niet doordacht zijn. Willers legt uit waar het gebouw volgens hem moet komen en waarom. Dit zijn de grote assen die de gemeente doorkruisen. Dus de A76 en het spoor. En hier komt de buitenring aan. En hier loopt de Geleenbeek. Dus het zijn eigenlijk drie assen die eigenlijk op een soort provinciaal niveau functioneren. En waarbij het terrein ook heel erg bruikbaar maakt. Maar er liggen ook hele mooie kenmerken die spreken voor Beekdalen. Er ligt een bos, er ligt een Beekdalletje, de Platsbeek. En die fietsroutes die liggen hier. Dus het is eigenlijk, als je steeds verder inzoomt, kom je eigenlijk op een plek uit die heel mooi past bij het idee om die drie takken van de democratie ergens aan te adresseren. Over een half jaar weet Willers of zijn droom uitkomt. Maar er bestaat natuurlijk ook de kans dat de gemeente er niets mee doet. Ik zou het zelf jammer vinden en ik hoop heel erg dat de gemeente niet kiest voor een oplossing of een hele praktische oplossing die niet tijdloos is. Dat zou ik heel spijtig vinden.